Toen wij het dierenasiel binnenliepen om de aflevering van de vogels, deze dus, op te gaan nemen, werden wij gegroet door een mandje vol lieflijkheid. We staan vandaag in de foyer. En zoals u ziet, heb je een heel actief vogeltje die graag op je schouder komt zitten en nog op zoek is naar een nieuw baasje. Wat gebeurt er hier zoal in de foyer? Wat er hier allemaal gebeurt, ja, hier zitten de vogels die door de ambulance binnengebracht worden. En die dus op zoek zijn weer, als de eigenaar niet meer terugkomt, wordt er dus een nieuwe eigenaar gezocht voor de vogels. Kijk, deze is vrij tam. Dat wil niet zeggen dat hij dan nooit bijt, maar ik heb het nog niet meegemaakt. En Terry ook niet, toch? Ja, dan komt hij, komt hij bij mij zitten, ik weet niet of u het ziet, maar we staan nu bij de buitenfoyer. En hier hebben we wat sierduifjes. Even kijken waar de kwartel uit hangt. Ah, daar is die. Die net achter de paal zitten. Het is juist de bedoeling dat ze dus weer een goed huis krijgen. Het zijn in foyer of bij mensen binnen. De meesten zijn wel handtam en die zijn weggevlogen bij mensen die het raam open laten staan en dat soort dingen. Dus soms komen ze gewond aan, dan kijken we ze eerst even na. En voor de rest zijn het meestal toch nog wel een beetje vogels die voeding tekort hebben gehad, dus erg mager binnenkomen. En na een paar weken dan zijn ze wel weer aangesterkt. Ze blijven hier ook minimaal 3 weken. Dus dan kunnen we ze in ieder geval observeren en kijken of ze weer herplaatsbaar zijn, ja of nee. Naast dat er 2 mooie foyères zijn voor de vogeltjes, zowel binnen als buiten, staan er ook vogelkooien in de inkomsthal van het dierenasiel. Er staan in totaal 4 vogelkooien in de inkomsthal. En hier, achter het mooie agaponnetje, ziet u Rob langs rijden met een grasmaaier. Ja, Terry is de vaste verzorgster. Die voert ze dus en die houdt de foyères bij. En ik kom meestal, als er iets nieuws binnengebracht is, dan kom ik meestal even kijken wat het is. Of die speciale voeding nodig heeft. Of dat het, dan controleert meestal op verwondingen. En als hij een ring om heeft, dan probeer ik altijd wel weer de eigenaar achterhalen. Dus dan hopen dat het lukt. Even kijken bij de duiven. Het zijn geen postduiven, want die worden niet opgevangen. Want het wordt gelijk doorverwezen naar het NPO. En er zitten alleen maar sierduiven. Dus en dan de kwartels, wat er eventueel binnengebracht worden, kunnen fazanten zijn. Eventueel, maar dan wel alleen siervogels. Nou, de vogeltjes die herplaatst zijn, waar we een mooie foto van hebben, die worden dus opgeplakt. En dan hopen we eigenlijk dat die hele wand vol komt. Dan hebben we in ieder geval een hoop vogels herplaatst. Er zitten ook best wel aparte dingen bij. Bergpakien. Hebben we nog een overzicht van wat hier gezeten hebben. We eindigen deze video met een snoek die langzaam in het slootje direct naast het dierenasiel. Dank u voor het kijken. Vond u het leuk? Abonneer u dan zo snel mogelijk, want er komt nog veel en veel meer leuk materiaal. Dank u wel.